Robert Jeurissen is niet langer de baas van de Belgische voetbalscheidsrechters. De oud-scheidsrechter uit Deelze-Stokkum stapt zelf op omdat hij zich niet meer betrokken voelt bij het huidige beleid. Jeurissen had 7 jaar lang de leiding over de Centrale Scheidsrechterscommissie. Normaal gezien zou hij pas op het einde van dit seizoen stoppen. U voelt zich gepasseerd? Zo zou je daar op dat ogenblik wel kunnen zeggen dat ik mij inderdaad gepasseerd voelde. Duidelijke taal van Robert Jeurissen. De oud-scheidsrechter uit Deelze-Stokkum zat 17 jaar in de Belgische arbitrage, waarvan 7 jaar als hoofd van de Belgische scheidsrechterscommissie. Een mandaat dat hij normaal op het einde van het seizoen zou neerleggen, maar uit onvrede stapt hij nu al op. Het was mijn bedoeling al langer van te stoppen. In die zin dat ik toch wel een aantal ontgoochelingen heb opgelopen de laatste maanden. Dus dat begonnen in 2013 met het oprichten van een werkgroep waarvan ik vreemd genoeg niet van op de hoogte was. Die dus de hele nieuwe structuur heeft uitgetekend en waarvan ik dan ook geen deel heb kunnen van uitmaken. Jeurissen voelt zich vooral gepasseerd door ex-refs Frank de Blekere en Paul Allaerts, die nu de lakens uitdelen in de Belgische arbitrage. Kan hij nog met die mensen door dezelfde deur? Ja, ik kan natuurlijk met die mensen door diezelfde deur. Ik vind het jammer dat dat gebeurd is. Ik ben geen rancuneus persoon, maar ik vind het jammer dat het op die manier gebeurd is. De professionalisering van de Belgische refs met fikse vergoedingen en verjonging ziet Jeurissen als zijn grootste verwezenlijking. Hij is ook voor technologische hulpmiddelen, maar ziet geen graten in doellijntechnologie. Ten eerste, het is zeer duur, dat is al één zaak. Ten tweede, hoeveel van die gevallen heb je op een seizoen? Ja, we hebben nu de fameuze spookkool in Genk, maar ik denk dat je daar geen technologie voor nodig hebt om dat te zien. Dat is gewoon een menselijke fout. Wat gaat u nu eigenlijk doen? Ja, zoals u ziet, ik heb hier toch wel wat werk rondom mijn huis. Dus wat ik misschien in het verleden altijd een beetje verwaarloosd heb, zal ik nu toch wel moeten gaan doen.